Een hele goede middag. Mijn naam is Armin Streekstra. Ik ben van Diva Makelaars. Ik neem jullie mee tijdens de Facebook Live uitzending van de Albert de Motorstraat, nummertje 121. Driekamer, topappartement, gelegen op een superleuke locatie, keurig verzorgd. En we gaan zo meteen dit appartement, wat hierboven gelegen is, bekijken. Nou, de school is net uitgegaan, dus het is vandaag ietsje drukker nu op dit moment hier in de straat. Hè, omdat de openbare school zit schuin aan de overkant. De buurman is druk bezig met de heg. En het is een leuke omgeving. Een paar minuutjes doorlopen, dan komen we bij het winkelcentrum in Houtwijk. Nou, natuurlijk dicht bij het strand, dicht bij de openbare voorzieningen. En we gaan dit appartement hierboven bekijken. Actieve vereniging van eigenaren, een grote vereniging. Bijdrage is €115 per maand. En we hebben een afgesloten portiek. De deur staat weliswaar nu open. Maar normaal gesproken is die afgesloten. En ik ga hem ook zo meteen netjes achter me dicht doen. Als we hier door zouden lopen, komen we bij de berging. Het is een standaard berging van 3,5 bij 1,5 meter. Dus voldoende om fietsen, maar ook je koffers en dergelijke op te bergen. Dus ruim 6 vierkante meter. We gaan met de trap naar de tweede etage. Topappartement. Natuurlijk een groot voordeel dat, dat je daardoor geen mensen boven je hebt. Maar wel een paar treetjes naar boven. Nou, portiek ziet er keurig netjes uit. Schoon. Voordat we binnenkomen bij nummertje 121. Hebben we aan de linkerkant de deur naar de meterkast. We hebben slimme meters. Voldoende groepen. Aardlekschakelaar. Gas- en watermeter. Eronder. Nou, welkom. Nummertje 121. In de Albert de Motorstraat. Lekker compact appartement. We hebben met 80 vierkante meter. En bij binnenkomst loop je eigenlijk redelijk snel de woonkamer in. Keuken aan de rechterkant. Keurig verzorgd. Hal. Deurrichtingen. CV-kast. Toilet. Bergruimte. Twee slaapkamers aan de voorzijde van de straat, alsmede de badkamer. En nog een derde slaapkamer aan de voorzijde. Of eigenlijk aan de achterzijde. Tevens op het zuidwesten gelegen aan de achterzijde. Een heerlijk terras, vrij uitzicht. Nou, we zijn net binnengekomen door deze deur. We hebben een afgesloten portiek, zoals ik al vertelde. Een deurtelefoon. PVC op de vloer. En dan kom je in een heerlijke, lichte woonkamer. Dubbelglas. Half open keuken. Het plafond boven de keuken is iets verlaagd. Er is ook verlichting in aangebracht. Is een leuke speels effect. De kleuren kan je zelf bedienen. En dus zelf wijzigen. Nou, heerlijke keuken. Voldoende werkblad. Aan de ene kant het spoelgedeelte met de gootsteen en daarnaast de vaatwasser. En aan de andere kant het kookgedeelte met een 5-pits kookplaat, de afzuigkap. Maar ook een combi-magnetron en een aparte oven zo te zien. De vloer loopt netjes door hier in de keuken. En wat erg fijn is, kan ik je vertellen, want ik heb hem zelf namelijk ook. Deze enorm grote koelkast. Echt van boven helemaal naar beneden. Maar niet alleen deze hele grote koelkast.
Maar ook deze hele grote vriezer behoort daar dus bij. Dus voldoende voorraad in deze hele grote koelkast en vriezer. Absoluut home sweet home hier. Oven, combi magnetron, voldoende kastruimte. En direct aanschuiven aan tafel. En dan toch nog voldoende ruimte om te zitten met een tv-hoek. Deur richting het balkon. Nou, een lekker zonnig balkon. Het balkon is ook voorzien van een elektrische zonwering. Het waait alleen vandaag redelijk hard. Dus ik doe maar een heel klein stukje uit. Maar het uitzicht is fantastisch op deze plek. Ook voldoende speelgelegenheden voor de kinderen in de buurt. Aan de overkant is nog een sportveld. Prachtig groen uitzicht. Geen buren die bij je naar binnen kijken op het terras. Kortom, een heerlijk zonnig balkon. Dubbel glas. Wel houten kozijnen. Maar dit is echt een fantastische plek. Ja, de jonge eendjes, de meerkoeten. Je hoort de natuur midden in de stad. Het is jammer dat het zo heel hard waait. Maar we zitten midden in de stad, maar toch een heel groen stukje van Den Haag. Tevens is het strand natuurlijk op fietsafstand. Dus dat is ook vlakbij. Nou, er zit één slaapkamer zit hier aan de achterzijde van de woning. Ook dit is een ruime kamer. Voldoende ruimte voor een bureau, bed. Maar ook nog eens een keer een hele grote kast die in deze kamer staat. Mochten jullie vragen hebben tijdens de live video, stel ze gerust. Ik probeer ze te beantwoorden. Uiteraard probeer ik ook gewoon zoveel mogelijk te vertellen. Woning kan op redelijk korte termijn opgeleverd worden. We gaan vandaag starten met de bezichtigingen. Nou, liggen alweer een heel groot aantal brochures liggen er klaar voor vandaag. Maar mijn collega Ivana is hier ook aanstaande zaterdag. Dus mocht u naar aanleiding van deze live video de woning ook nog willen bezichtigen, bel even naar kantoor. Telefoon 070-448-3150. Ik herhaal 070-448-3150. En dan kan er eventueel nog voor aanstaande zaterdag nog een afspraak gepland worden. Goed, we gaan verder met de rondleiding. Gang met weer een kast voor de verzameling. Dat maakt het iets wat voller, maar die kan je natuurlijk uiteraard zo weghalen. Dan komen we de eerste deur tegen. Dat is de deur richting de cv-ketel Remea 2016. Ook een handige plek voor de stofzuiger en nog wat voorraadspulletjes. Daarnaast de deur naar het toilet. Eigenlijk is alles gerenoveerd in het huis. En het toilet is nog in de oude stijl, maar op zich wel netjes. Naast het toilet de deur naar de badkamer. Een ruime badkamer. Grote douche in de hoek. Met daarnaast de wastafel. Maar ook voldoende ruimte voor de droger en de wasmachine. Tot slot nog twee slaapkamers aan de achterzijde. Dus we hebben in totaal drie slaapkamers.
Ook een prima kinderkamer. En dit is de master bedroom. En ook die is behoorlijk van formaat. Groot eigenlijk, er staan veel kasten in. Voldoende ruimte om rond het bed te kunnen lopen. Naast de berging beneden hebben we nog een bergkast in de woning zelf. Ook hier kan je weer veel spullen in kwijt. Nou, dit was in vogelvlucht de Albert de Motorstraat nummertje 121. We gaan vandaag bezichtigen met een groot aantal mensen. Eigenlijk weer ouderwets. Ik ben echt dat de markt weer aan het aantrekken is. Mijn collega's die de aankopen verzorgen hebben het ook hartstikke druk. Naast verkoopmakelaar verzorgen wij ook aankoop van woningen. Mocht u vragen hebben, laat het ons weten. Mocht u de woning willen bezichtigen, bel even mijn kantoor 070-448-3150. Ik herhaal 070-448-3150. Mijn naam is Armin Streekstra. Ik ben van Die van Makelaars. Bedankt voor het kijken. Wie weet, tot ziens.